dan zijn we dan weer voor de laatste instructie van vandaag. Groep 8, dinsdag 12 januari. We gaan namelijk kijken wat we gaan doen bij lezen, begrijpend lezen. Nou, gisteren, maandag, zijn jullie aan de slag gegaan met de olifant. En heb je deze tekst gekregen en die heb je gelezen. En dan was het de opdracht om van die les een schema te maken met de bekende en de nieuwe informatie. Nou, voor vandaag gaan we hier met deze tekst verder. Wat ga je nu doen? Je gaat er zelf op een A4 blaadje een soort van strip van maken. Dat wat we bij doorlezen de wereld moeten vaker geoefend hebben. Dus je mag kiezen. Je maakt of van deze tekst, dus bladzijde 6 en 7, een mindmap. Of je zegt, dus weet je nog, dat je de verschillende takken gaat maken met verschillende woorden en die weer gaat vertakken. Dat is de eerste keuze. Of je gaat een stripverhaal maken waarbij je de verschillende kopjes gebruikt en daarbij tekent, schrijft of een combinatie daarvan. Dus, wat mag je kiezen? De tekst van die olifant. Bladzijde 6 en 7. Ga je op de tweede manier verwerken. Of het wordt een mindmap. Dus, een blad met in het midden de titel en dan verschillende takken met meer takken. Of een stripverhaal waarin je de bladzijden weer gaat verdelen in verschillende vakken. En dat je in ieder vak gaat beschrijven wat je daar hebt gelezen met woorden en plaatjes. Of een keuze, één van de twee. Dat is de opdracht voor vandaag. Daar ga je ook een foto van maken en die foto die stuur je me op. Nou, het was een tekst over de olifant, hè? En we hadden het gisteren gehad over de bekende en de onbekende informatie. Pak vooral dat schema erbij waar je me dus een foto van stuurt. Want in dat schema kun je natuurlijk zien, oh ja, wat wist ik al? Wat is belangrijke informatie? Dus heb je eigenlijk al je samenvatting van de tekst staan. Die samenvatting kun je heel goed gebruiken bij deze opdracht van vandaag. En dan ben je dus eigenlijk twee keer bezig geweest met het begrijpen van een tekst. Het is dus dezelfde tekst als de maandag. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, was dat die olifant een aantal dingen als allerlangste hebben. Namelijk hun neus, hun draagtijd, voortanden en misschien ook wel hun geheugen. Dat vond ik wel heel interessant. Dat zij dus eigenlijk wel heel bijzonder zijn. Wat ik ook interessant vond, was dat de olifant zo bedreigd wordt door de mens. Want als de mens er niet was geweest, was de olifant nog veel verder doorgegroeid en ontstaan. En waren er misschien nog wel veel meer soorten geweest. Ik vind het wel een hele interessante tekst. Nou, lees die bladzijde goed, die bladzijde 6 en 7. Zorg dat je hem goed begrijpt, want je bent op deze manier natuurlijk ook wel bezig om de tekst te begrijpen. En ik zie heel graag een foto van jullie werkstuk. Daar mag je natuurlijk wel stiften bij gebruiken of potloden, wat je nodig hebt, wat je fijn vindt. En ja, ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Dus zet hem op, doe je best. Oefen dan ook nog even 10 minuten of een kwartier met stillezen vandaag. Of oefen, dat kun je natuurlijk al of niet oefenen. Maar zorg dat je ook wel met je boek bezig bent. Of dat nou een Engels boek is of een Nederlands boek. Dat maakt niet uit. En dan zie ik dat weer heel graag in een foto. Natuurlijk, dit bedoel ik, hè? Niet het stillezen. Ik wens je veel succes en ik spreek jullie morgen weer voor de nieuwe instructies. En voor de rest een hele fijne dag vandaag. Doei!